Hulpverleningsdiensten zijn nog volop bezig hier. De N377 is dan ook een heel groot deel van de avond afgesloten. Mevrouw Burgman, u bent van de veiligheidsregio. Een ernstig ongeluk tussen een vrachtwagen en ook een personenauto. Weet u nou wat er precies hier gebeurd is? Er is inderdaad een ernstig ongeluk gebeurd. De vrachtwagen en de personenauto zijn in botsing gekomen. En daarbij is helaas één dodelijk slachtoffer te betreuren. En dat dodelijk slachtoffer, wat kunt u erover zeggen? Het dodelijk slachtoffer was de chauffeur van de personenauto. Meer informatie heb ik daar op dit moment niet over. En er is ook brand geweest? Er is inderdaad brand geweest. Dat is inmiddels geblust. Waar de brand precies is geweest, dat kan ik u helaas niet zeggen. Dat was toch in de vrachtwagen? De technisch onderzoek moet uitwijzen waar de brand precies is geweest. Ik kan het nu niet zeggen omdat ik het niet zeker weet. Ja, de weg blijft dan ook nog voor een heel deel, groot deel van de avond afgesloten. Waarvoor is dat? Dat klopt. Ze zijn nu bezig met technisch onderzoek en het bergen van het ongeval. En daarom wordt de weg afgesloten. Dat kan enkele uren gaan duren, dus vandaar dat het wat langer duurt.